Nou, ik ben Adrie. Ik woon hier nu 4 jaar. Ik heb alleen 1 probleem. En dat is het pad. Tijdens de bezichting van deze woning stonden er geen schuttingen. Naderhand, toen ik begon te klussen hier, stond ineens de schutting van de buren er. Nou, dit is onze schutting, deze kant. Dit was eerst allemaal vrij, toen wij hier kwamen wonen. Wij hebben de schutting op exact dezelfde plek neergezet als waar de vorige stond. En de buurman heeft dit er neergebouwd, waardoor dat het nu zo smal is. Kijk, het is een armlengte. Het pad is van ons beiden. Alleen, hij geeft de grond in genomen. Dus kijk, zoals je ziet, veel te smal. Ik heb hier netjes mijn breedte. Maar de buren doen dat niet. Dus ik heb recht van overpad. Hun ook. Maar ik rij het niet. Dit stond er al. Hij bouwt alles. Want dit is precies mijn stukje. Ja. Als je zo denkt, ja. Dit is wat. Dit is gewoon inpikken. Landje pik. Kunnen er niet met z'n tweeën doen. Ik wou net zeggen, gezellig, sorry, met z'n tweeën, dat gaat niet lukken. Nee, ja, zo wel. Juridisch gezien is het eigenlijk best een hele leuke, interessante zaak. Maar ja, de buren hebben er allebei heel veel stress van. Hoe zit het nou toch met dat recht van overpad? En wie heeft nou toch ooit dat pad versmald? Beide buren geven elkaar daar de schuld van. En ook qua communicatie loopt het niet helemaal lekker. Alle gesprekken die er zijn geweest, die zijn eigenlijk geëindigd in ruzie of in tranen. Ik ga zo meteen ook nog weer een poging doen om beide partijen met elkaar in gesprek te brengen. Ik ben blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft een landmeter ingeschakeld om de erfgrens voor eens en voor altijd duidelijk te krijgen. Ik heb met beide partijen afgesproken op de oprit. Het zonnetje is gaan schijnen. Heerlijk. Laten we hopen dat het een voorbode is. Goedemiddag. Komen jullie erbij? Ga ik op de erfgrens staan? Tenminste, waarvan jullie denken dat het de erfgrens is. We bijten niet. We lachen nu nog allebei. Dat is een goed teken. Laten we dat zo houden. Hamvraag van vandaag is: wie heeft de brandgang versmald? Wij hebben de schutting niet verzet. We hebben hem gewoon op de plek gezet waar hij altijd gestaan heeft. Je staat gewoon te liegen, man. Natuurlijk. Ja, je verzint het gewoon te plaatsen. Volgens mij zijn jullie het wel allemaal over eens dat het pad nu aan de krappe kant is. Oh ja, 100%. Zeker. Waarom is het nou nooit gelukt om daar eens gewoon over te praten? Dat kan niet meer, hoor, want dan halen we eens uit het dak. Ik ga niet uit mijn dak. Ja, maar zij wel. En dat klopt daar. Dat is 2 keer. En waarom? De manier waarop je het zegt. En onrecht. Hoezo? Jullie moeten de schutting opschuiven, blablabla. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Het ik heb alleen af. Gezegd, de schutting staat niet goed. Dat heb ik gezegd. Kijk, daar heb je Adrie. Op het moment dat hij in de knel komt, komt daar een prangend vingertje bij. En dat is gewoon typerend Adrie. Het is een keertje ook onder andere uit de hand gelopen tussen de dames. Jullie zeggen eigenlijk, dat kwam eigenlijk door Ann. Nou, dat was de laatste keer. Toen ik aan Adrie vroeg of het goed was dat wij hier de partytent op zouden zetten. Wat zei, legt het dan goed uit, wat hij zei? Moet ik het vertellen wat hij zei? Of hoe dat jij het gehoord hebt? Ze zegt, zaterdag komt er een tent te staan. Te staan. Dat zou ik nooit zo zeggen. Maar als jij daar zo denkt, prima jongen. Het gaat een eigen leven leven. Je zult hem toch verdomme een klak voor zijn moeder geven. Goh. Ja, dat is echt waar. Prima, jongen. Jij zegt, het was al eigenlijk voor me beslist. Ja, natuurlijk. En dat vind je niet prettig. Dat is een punt dat bij mij tot hier zit. En dan ontstaat er een nare situatie, dan komt Ann daarbij. En dan vliegt de vlam in de pan. Ja, toen dus ik de aanvaring dan had met Adrie, kwam zij de poort uit. En het ging ze zo van staan lachen. Ja, dat kan je ontkennen, maar daar ging ik op los. Ik heb niet zo gestaan van Nee, maar je stond wel te lachen. En helaas, de vinger was ik ging daarin te ver, want ik heb een vinger naar jou opgestoken. Had ik dat gezien dat het niet goed gekomen was? Is dat zo? Ja, dat had het niet goed gekomen. Ik denk dat bij mijn eigen school, joh. Volwassen mensen gaan toch niet op de vijf, kom op. Er zijn grenzen. Welkom, we zijn hier in Schravenpolder in Zeeland. En aan de orde is de zaak tussen aan de ene kant Adrie Lagasse tegen Martijn Veerhoek en Mirjam Vogelsangs. En als voegende partij Dennis Poortvliet. Ik mis iemand. Ann, uw vriendin. Ja, dat klopt. Die komt er dus niet tegen het huichelgedoe van de buren en tegen de leuns. En die kan dan niet verwerken. Duidelijk.
Ja! Kijk, er spelen een aantal zaken hier. Maar laten we eerlijk zijn, waar het eigenlijk over gaat, dat is het pad. Toch? Ja. Nou heb ik bij de foto's aangetroffen. En volgens mij is dat zoals het bij u er vroeger bij lag. Ja. Ja, ja, ja. Toen was er nog ruimte zat. Toen was het 1,05 meter. Ja, toen was het toch niet moeilijk, want er stond niks. Dus je kan bomen zover hij wil. Die schutting die stond er. Die stond er ook toen jij er kwam. Kijk maar. Ik heb gewoon gedacht, ik haal de bestaande schutting weg. En die zet exact op dezelfde plek een nieuwe neer. Lijkt mij geen onlogische gedachte, toch? Ik denk van niet. Maar dan zou die expres... Nou, dat lijkt er toch wel op. Dankjewel. Tenminste, aan de antwoorden die ze mij gegeven hebben. Het eerste antwoord was gelijk, die schutting blijft staan. Nee. Okay. Ja, ook meer om de waarheid te vertalen, niet om rottigheid. Als je dat dan ook eens doet. Is dat nou zo'n rare reactie? Ja, dat vind ik een hele rare reactie. Als mensen net een nieuwe dure schutting hebben staan, dan zeg je, je moet een schutting... Dat kan ik me voorstellen. Ja, maar dan moet je hem op de goede plek zetten. Ze wisten toch de erfgrens? Ja, ja. En hij kan heel goed in zijn papieren lezen dat ik recht van overkant heb. Die geef hier 25 centimeter. Ik geef jou helemaal niks. Ik was daar niet blij mee met die buurman die zei, zet die schutting maar even terug. Dat sowieso. Ik neem dat niet zomaar aan als iemand dat zegt en dan ga je het uitzoeken. En naar mijn inziens, in oude situatie, is het gewoon prima zo. Ja, maar klopt niet helemaal, hè? Wat klopt er niet? Want ik heb ook recht van overpad. Ja, u heeft recht van overpad. Over het hele pad, zij ook. Ja. Maar hij heeft alleen overpad over uw stukje. Ja. Dennis, die willen langs achter. Ja, liefst wel, ja. En als hij alleen maar over uw stuk van het pad mag, dan heeft hij niks. Tenzij u alsnog ruimte moet gaan maken, want in uw akte staat dat u hem overgang moet verlenen. Maar stel dat u beslist dat ik een stukje meer moet geven, dan betekent dat mijn schuur moet afbreken. Ja, dat snap ik. Maar als ik beslis dat zij wat moeten, moeten zij afbreken. Dat is maar de schutting, want bij mij is het een schuur, hè. Ik zeg niet wat ik ga beslissen. Het enige wat ik zeg is, luister, u was zo overtuigd van uw gelijk. U bouwt niet alleen een schutting, maar ook een hele schuur. En als je dan achteraf blijkt ongelijk te hebben, moet u niet bij mij komen. Dat is het risico natuurlijk wat je neemt, hè? Ja, dat zou kunnen, maar ik ben er absoluut niet mee eens. Nee, dat snap ik ook wel. Wat blijft mij recht van overpad dan? Ja. U wilt helemaal van die erfdienstbereid af, hè? Ja. Als ik recht van overpad heb, kan u dat dan zomaar wegcijferen dan? Nou, in de wet staat dat de rechter het mag opheffen als u geen redelijk belang meer heeft bij dat pad. Maar dat heb ik wel. Welk redelijk belang heeft u bij dat pad? Omdat ik een achteruitgang heb. En die gebruikt u ook? Ja, natuurlijk gebruik ik die. Ja. Wanneer dan? Regelmatig. Is dat zo? Dat is zo. Ik heb wel begrepen, als het niet zo is, moet u mij onmiddellijk verbeteren, dat u zegt, we willen Dennis niet de dupe laten worden. Ja. Dus wat er ook gebeurt, Dennis mag er gewoon door. Ja. Bij u. Dennis, die zou dan persoonlijk recht krijgen. Dennis dan, hè? Persoonlijk recht, ja. Ja, persoonlijk recht. Ja, oké. Okay. Nou, dan is dat in elk geval dat opgelost. Maar, zoals het vaker gaat, op het moment dat de zaak dan naar mij wordt voorgelegd, komen er bijkomende eisen en u ergert zich aan hun motoren die... Nou, een goed luisteren. Is dat normaal dan? Hangt er vanaf. Als je goede buren hebt, dan vind ik dat wel normaal. Ja, dat heb ik niet, helaas. U zegt maar dat het geen goede buren zijn, wil ik niet dat ze bij mij op de hoogte keren. Nee, maar doe dan eens overleg. Nee, maar dat is juist zo moeilijk, hè? Hoezo? Nou, omdat u ruzie maakt met elkaar. Hier niemand in de zaal die zegt dat ik ooit ruzie gemaakt heb. Oké. Okay. Is er iemand in de zaal die zegt dat hij wel ruzie maakt? Behalve ons twee. U zit ook in de zaal. Als het om slaande ruzie gaat, nee, dat doet hij niet. Maar het scheelt niet veel af en toe. Ik heb namelijk, dacht ik wel, begrepen als dat u toch wel tegen elkaar heeft staan schreeuwen, of niet? Ja, helaas ging ik uit mijn plaat. Ik niet, hoor. En daar heb ik mijn excuus ook voor aangeboden, maar hij weet het allemaal niet meer. Dus... Wat zeg je? Hij weet het allemaal niet meer. Ik weet het nog heel goed, hoor. Dat ze excuses heeft gemaakt? Vanmorgen zei je dat... Hij heeft nooit geen excuses aanboden. Nooit van zijn leven. U heeft geen gehoorapparaat, hoor. Ja, wel. Het zou kunnen zijn... Oh, dat kan ik even niet zien. Ja. Het zou kunnen zijn dat hij dat niet gehoord heeft. Nee, dat kan zeker. Nou... En dat gebeurt nog regelmatig, hoor. Maar dan kan het toch heel goed zijn dat ze wel sorry heeft gezegd, maar dat u het niet heeft gehoord. Ik zag toch ook aan dat ik het niet gehoord heb? Nee. Maar nu u het hoort, nu wel, dat ze wel heeft gezegd sorry. Oh, dat is netjes. Ja. Op die manier zou je dan toch kunnen zeggen, oké, zand erover. We gaan deze zaak oplossen, hè? Dat gaan we doen. Ja, dat zou zo. Maar het is wel de bedoeling in de toekomst dat het een beetje normaal kan. Dat hoop ik wel, ja. Ja. Al is het maar goeiemorgen, maar gewoon dat je elkaar recht in de ogen aan kan kijken. Als Adrie op vakantie is en er gebeurt iets bij zijn huis, dat ik hem ook gewoon kan bellen van Adrie, er is iets aan de hand. Ja, dat je elkaar helpt. Zij willen het oplossen. Wilt u het ook oplossen?
Ik heb wel een voorstel. Oh, vertel. Dan zetten we hun schutting zetten wij om. En dat doen wij. Met behulp van hem. Als het moet. Maar ik knoop het in mijn oren. Mag ik nog iets zeggen? Ja, natuurlijk. Ik hoop, als de uitspraak er is, dat het voor allebei de kanten is het dan duidelijk. Maar dat we het wel bij kunnen leggen. Als de uitspraak goed is, dan is het voor mij geen enkel probleem. Ja, ja, maar dat, zo werkt het niet meer. Ja. Nee, nee, je weet het niet, hè? Ja, daar zitten we toch voor, of niet? Nou, de buurvrouw zegt, ik wil graag weer normaal met de buurman. En dan zegt de buurman, ja, alleen als ik win. Maar zo werkt het niet. Als wij dit verliezen of wij moeten opschuiven, Adrie... Verliezers heb je altijd. Even goede vrienden. Lieve mensen, ik sluit de hoorzitting. Ik zie u straks terug en dan zal ik u zeggen hoe het in elkaar zit. Ja? Oké. Okay. Dit is gewoon inpikken. Landje pik. De brandgang die is te smal, omdat de buurman zelf dicht heeft gebouwd. Dames en heren. Na een lange, emotionele dag, waarop we de meest duistere gangen van het recht hebben bewandeld, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, wat gaat meester Visser nou toch beslissen? Wie van de partijen moet zijn schutting opschuiven? Adrie of toch Martijn en Mirjam? Ik wil u vragen om allemaal te gaan staan, want de man die zelfs aan het einde van een meest krappe steeg nog een beetje licht ziet, is er klaar voor. Hier is meester Frank Visser. Gaat u zitten. Uitspraak in de zaak van Adrie tegen Martijn en Mirjam, met als tussenkomende partij Dennis. Het pad. In de notariële akte waarin het recht van overpad is beschreven, is niet vermeld hoe breed dit pad moet zijn. Aannemelijk is echter dat verwezen is naar de toen ter tijd bestaande situatie. En dat komt neer op een breedte van minimaal 90 centimeter. Ik heb gezien en gemeten dat het nu bestaande pad gemiddeld slechts 78 centimeter breed is. En dat is dus 12 centimeter te smal. Wanneer ik vervolgens moet vaststellen dat Adrie vanaf zijn kant tot aan de erfgrens 45 centimeter pad heeft opengelaten, dan kan het niet anders dan dat de schutting van Martijn en Mirjam ooit 12 centimeter te ver op dat pad is geplaatst. De schutting van Martijn en Mirjam moet dus terug, zodat het pad weer minimaal 90 centimeter breed wordt. Van opheffing van dat overpad, zoals gevraagd, kan geen sprake zijn, nu Adrie dat pad nog steeds gebruikt en wil blijven gebruiken. Hij heeft dus een redelijk belang bij handhaving van dat recht. Martijn en Mirjam moeten bovendien, zoals er hun beloofd, ook aan Dennis en de zijnen vrije doorgang verlenen over het hele pad, zolang zij en Dennis daar wonen. En nu de lastige kwestie van de brandgang is opgelost, juridisch althans, wil ik het eigenlijk niet meer hebben over het keren van de motoren op de oprit van Adrie. Misschien mag dat formeel niet, maar ik vind dat goede buren zoiets van elkaar moeten dulden. Dit is mijn uitspraak. De zaak is afgedaan. Dank u wel.